Welkom, bedankt dat je voor tijd wilde maken weer. Ja. We gaan het dus vandaag hebben over internationale organisaties en de rol daarvan in hoe de ontwikkeling is gegaan in het verleden en waar we daarmee naartoe zouden willen gaan. Ja, we hadden kort bij de vredesdemonstratie op de Dam hebben we elkaar even kort gesproken. En dan aan het einde van je speech riep je op om uit de Europese Unie, uit de NAVO te gaan. En toen kwam bij mij wel de vraag op van, oké, maar wat dan? Want ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat enige vorm van internationale samenwerking in de wereld te wensen is. Ja. Dus daarom dacht ik, misschien kunnen we het daarover hebben, maar misschien voordat we dat doen, kunnen we kijken naar meer de manier hoe de Verenigde Naties en de Europese Unie zich hebben ontwikkeld vanaf ongeveer het einde van de Tweede Wereldoorlog tot het heden, waarin het zeker de Verenigde Naties natuurlijk opgezet zijn echt als een samenwerkingsorganisatie, maar in mijn ogen is dat steeds meer verworden tot een soort propagandaorganisatie. Misschien dat je daar wat punten in de geschiedenis daarvan zou kunnen benoemen in die ontwikkeling. Kijk, de VN is natuurlijk opgericht met in gedachten het mislukte experiment van de Volkenbond. Dus er waren altijd internationale organisaties en die zullen ook altijd blijven. Dus bijvoorbeeld de Internationale Postunie. Want als je een brief naar het buitenland stuurt, dan moeten er afspraken zijn van wat gebeurt, wat is een postzegel waard als die eenmaal op reis is. Maar dat kunnen we laten rusten, omdat dat spreekt allemaal zo voor zichzelf. Met die verstanden dat er natuurlijk altijd een klasse van mensen opkomt die specifiek bezig zijn met postunie, gezondheidsinstanties, noem alles maar op. En die dus een internationale kijk ontwikkelen op de wereld. Maar goed, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog is Amerika op het idee gekomen, het moet afgelopen zijn. Hè? Woodrow Wilson was toen de president. Het moet afgelopen zijn met geheime machtspolitiek. We moeten openlijk zeggen, wat hebben we met elkaar te maken? Enzovoort. Allemaal mooie idealen. En de Volkenbond was eigenlijk de organisatie van de overwinnaars in de Eerste Wereldoorlog. De Sovjet-Unie mocht na de Russische Revolutie ook niet meedoen. Die is pas in de jaren 30 erbij gehaald. Als tegenwicht tegen Duitsland en de andere asmogendheden. Dus de as Duitsland, Italië, Japan. Amerika was er zelf ook niet in, omdat Woodrow Wilson kwam weliswaar met het plan, maar was ziek. En toen hij terugkwam in Washington na de vredesonderhandelingen in Versailles, bleek dat er geen meerderheid te vinden was in Amerika om zich blijvend te verbinden aan bijvoorbeeld de Europese mogendheden die gezien werden als oorlogszuchtige rivalen. Amerika bleef er dus in eerste instantie buiten, maar later is er dan ook bijgekomen toen de Sovjet-Unie ook ingelaten werd. En dat was omdat de Volkenbond bestond eigenlijk alleen uit een algemene vergadering, om het zo maar te noemen. En als een grote mogendheid stappen nam die veroordeeld werden, die in strijd waren met het handvest van de Volkenbond, dan zou die staat tot de orde moeten worden geroepen. Het principe waar het allemaal op rustte was dat van collectieve veiligheid. Als één staat problemen maakt of de vrede verstoort, dan voelen alle andere leden van de Volkenbond zich verplicht om daar gezamenlijk een halt aan toe te roepen. Maar toen bleek dat toen Duitsland het Rijnland bezette onder Hitler, Italië, Ethiopië binnenviel en Japan Noord-China, Manchurije veroverde, dat de Volkenbond eigenlijk machteloos was om in te grijpen. Toen is met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft men de plannen herzien en gezegd er moet eigenlijk een mogelijkheid zijn. Want wat gebeurde er namelijk toen die landen veroordeeld werden? Toen zeiden ze dan gaan we toch gewoon uit de Volkenbond. Dus drie grote mogendheden, of in ieder geval twee hele grote, Duitsland en Japan, die gingen eruit en daarmee was de Volkenbond dus lam geslagen. Nou, na de Tweede Wereldoorlog, of in ieder geval in 1944, werd de Verenigde Naties ontleende zijn naam aan het bondgenootschap weer tegen de asmogendheden. Alleen toen werd gezegd, naast de algemene vergadering, waarin alle landen een stem hebben, van groot tot klein, moet je ook een veiligheidsraad hebben. En dat daarin moeten de grote mogendheden, en dat waren dus in de termen van vandaag de Verenigde Staten, Sovjet-Unie, maar ook Engeland, Frankrijk en Taiwan. Na de Chinese revolutie. Ja, ja. Tot 72 toch? Ja, ja, precies. Maar een tijd lang is dat zo gebleven. Maar goed, het idee was op zich heel geldig, volgens mij nog steeds. Namelijk dat je een grote mogendheid niet kan onderwerpen aan verregaande strafmaatregelen. En zelfs een oorlog eigenlijk. Zonder dat die mogendheid daar zelf legitimiteit van inziet. Dus de Veiligheidsraad met voor 5 leden, een aantal leden zijn circulerend, hè, die roteren steeds in en uit. Maar 5 zijn permanent en die zijn er vandaag nog steeds. Dus Rusland, China en de 3 westerse mogendheden, maar er zijn hele belangrijke landen zoals India met 1,4 miljard inwoners, als ik me niet vergis. Japan, die er helemaal niet in zitten. Ook de Europese landen op het Europese continent, behalve Frankrijk, zitten er ook niet in. Maar in ieder geval, de Volkenbond had dus een groot gebrek. Dat gebrek werd verholpen in de Verenigde Naties door de Veiligheidsraad met het vetorecht. Maar als je nou zegt, waar keken we naar anno 1944-45, toen het allemaal begon? We zagen daar een mondiaal parlement van soevereine staten. Dat was eigenlijk de gedachte. Dat zelfs de kleinste staat kon zijn stem verheffen in de Verenigde Naties en kwesties van algemeen belang aan de orde stellen. Daarnaast had de Verenigde Naties dus een hele serie planeten in de vorm van functionele organisaties, zoals het bekendste vandaag de dag is de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, al dat soort, ik schat een stuk of 10 in totaal. De VN is na de oorlog in de jaren 60 radicaal in aantal uitgebreid, omdat al de onafhankelijke Afrikaanse koloniën erbij kwamen. Maar bovendien ontdekten alle voormalige koloniën, groot en klein, dat het allemaal wel mooi was om een eigen vlag en een eigen vliegtuigmaatschappij te hebben. Meestal al failliet bij het opzij van het eerste vliegtuig. Maar dat je economisch nog altijd volstrekt koloniale status had. Nou, dus begon in het kader van de Verenigde Naties een beweging om te komen tot een nieuwe internationale economische orde. Dat speelde zo'n beetje eind jaren 60, begin jaren 70. En ik kan niet te veel in detail gaan, maar een aantal Europese landen die toen door sociaaldemocraten geregeerd werden, met name dus West-Duitsland, maar ook Nederland. Nederland speelde een belangrijke rol met mensen als Jan Pronk en econoom Timbergen. Die zeiden, wij willen best meepraten over een nieuwe internationale orde. Alleen achteraf gezien mag je zeggen dat was een eigenlijk tijdtrekker. Omdat de Verenigde Staten, Engeland was een twijfelgeval omdat die ook even meegegaan zijn. Zwitserland, een belangrijk land in dit opzicht, die waren allemaal furieus tegen. Die zeiden niks ervan. En er zijn een paar prachtige boeken verschenen waarin staat. Het ging eigenlijk over een herziening van de principes waarop de VN georganiseerd was. Namelijk het liberale economische model wat ten grondslag lag. Niet zozeer aan de VN zelf, maar wel aan bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Die geen onderdeel waren van de Verenigde Naties, maar waarin Amerika net zo'n grote stem had als in de VN. Want vergeet niet het feit dat het gebouw, het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York stond, was niet zomaar dat men nergens anders ruimte kon vinden. Maar dat was een symbool van de VS als degene die de oorlog, in ieder geval in politiek opzicht, gewonnen had. En daar is nog het een en ander over te zeggen. Die nieuwe internationale orde, die leidde ertoe dat toen begin jaren 70 de reactionaire krachten, dus de krachten die gemobiliseerd, geprovoceerd werden door de linkse ontwikkelingen, socialistische ontwikkelingen in de, die begonnen waren met mei 68, anti-Vietnambeweging, de zwarte beweging in Amerika, voortgezette dekolonisatie, die uiteindelijk bijvoorbeeld zou leiden tot dekolonisatie van het Portugese Afrikaanse Rijk, waarbij een aantal hele belangrijke grondstofrijke landen, zoals Angola, maar ook Mozambique en andere, onafhankelijk werden. Tegen die golf, die progressieve ruk in de wereld, kwamen allerlei reactionaire krachten omhoog. Die wilden zowel de studentenrevolutie terugrollen, de universiteiten weer onder controle brengen en de wereldverhoudingen weer zo rangschikken dat de Verenigde Staten daarin de lakens kon uitdelen. En daarbij mikte men ook op de Verenigde Naties. Dus er kwamen groepen op die, zoals de Heritage Foundation in de VS, die de VN onder vuur namen voor bijvoorbeeld het feit dat de Verenigde Naties een Commission on Transnational Corporations had opgericht, waarin de activiteiten van multinationale ondernemingen werden gevolgd en in beeld gebracht en waarover werd gerapporteerd. Ja, en dat schoot natuurlijk de eigenaren van die bedrijven en de landen waar ze allemaal hun hoofdkwartier hadden, allemaal in het verkeerde keel gehad. En tevens de financierders van de Heritage Foundation, gok ik. Ja, precies. Precies, die dingen grijpen allemaal in elkaar. He, je had ook de Mont Pelerin Society, dat was een organisatie die al direct na de oorlog was opgericht in Zwitserland. Dat was daar zaten mensen als Friedrich von Hayek en Milton Friedman, maar ook Karl Popper, de filosoof, zaten er allemaal in. En die zeiden het hele idee van een sterke staat moet teruggedrongen worden, de markt moet regeren, en zo maar door. En die dingen die... er waren ook directe functies, dus bijvoorbeeld Ed Fuellner, die was het hoofd van de Heritage Foundation, die was ook penningmeester van de Mont Pelerin Society, dus dat was allemaal heel erg nauw met elkaar verweven. Het begin jaren 70 is sowieso een periode waarin allerlei transnationale, dus grensoverschrijdende planningsgroepen naar voren zijn gekomen, allemaal in dat linkse klimaat. De Heritage en Mont Pelerin waren extreem. Conservatief, neoliberaal, marktgericht. De Trilaterale Commissie en het World Economic Forum waren ook heel sterk op herstel van marktverhoudingen, maar hadden in het algemeen een wat meer geleidelijke politieke strategie. Namelijk het absorberen van de tegenkrachten en ze heel langzaam inpakken. Dat was eigenlijk de gedachte die achter de Trilaterale Commissie zat. Ja, de World Economic Forum was aanvankelijk alleen maar een organisatie die ook weer vanuit Zwitserland bijhield welke landen het meest kapitaalvriendelijk waren. Dus zogenaamd concurrerend. Nou, die aanval op de VN, die geleid werd door de Heritage Foundation. En vergeet niet dat de regering Reagan, die verkozen werd in 1980 en 81 dus begon, dat die zijn meeste leden recruteerde uit de Heritage Foundation. Dus was echt, en nog een paar van dat soort vergelijkbare groepen, ook groepen die een terugkeer naar de militaire competitie met de Sovjet-Unie voorstonden. Onder de regering Reagan werd er gewoon gezegd van, hoor eens even, de UNESCO bijvoorbeeld, daar willen wij niet meer aan meebetalen. Want de UNESCO wilde naast een nieuwe internationale economische orde ook een nieuwe internationale informatieorde opzetten. Omdat ze zeiden, waarom moeten wij het nieuws krijgen van 4 of 5 westerse persbureaus? Wij kunnen zelf ook een persbureau opzetten. Nou, dat werd gezien als een aanval op de vrije pers, in die termen nog. Nou, het effect van al deze maatregelen is geweest en van de financiële, hoe moet je dat zeggen, de financiële boycott door Thatcher Engeland en Reagan Amerika van de VN, waarmee ze hun belangrijkste bron van inkomsten kwijt waren. Want dat ging namelijk naar rato van nationaal product en dat was nominaal natuurlijk het hoogst in de VS. Het resultaat van dat alles is geweest dat Egyptische secretaris-generaal Boutros Ghali, die sympathiek stond tegenover het idee van zo'n nieuwe internationale orde, zowel op het een als op het andere terrein, economisch en informatie, dat die niet meer voor herverkiezing in aanmerking kwam. Dat kwam pas later echt helemaal tot een botsing met de VS. Hè. Dus je moet praten over de jaren 80, wordt de aanval ingezet op de Verenigde Naties zoals die na de oorlog was gevestigd en was geradicaliseerd in de context van de algemene radicalisering van de maatschappij in het Westen en de rest van de wereld. Jaren 90, dan is Clinton president en dan beginnen eigenlijk de feitelijke verschuivingen plaats te vinden, dus nieuwe structuren. En een van die nieuwe structuren was dat nadat Boutros Ghali niet meer herkozen was, hij wilde namelijk heel graag weer secretaris-generaal worden, maar dat werd niet toegestaan omdat hij bijvoorbeeld geëist had een mondiale belasting. Dat er een belastinginkomen, eigen belastingbasis voor de VN zou komen. Nou, dat was allemaal anathema voor de westerse mogendheden. En toen heeft men als secretaris-generaal ingeleid, of hoe zeg je dat, binnengeleid, Kofi Annan, een Ghanese alumnus van een business school in Amerika. Dus iemand die in de wereld van het marktdenken als natuurlijke economische orde was opgevoed. En die is, je zou kunnen, als ik het even kort mag samenvatten, die is onder toezicht geplaatst van het internationale bedrijfsleven. Dus hij kreeg een speciale telefoon. Die als hij ging, dan had hij een van de leidende figuren uit het internationale bedrijfsleven aan de lijn. Ofwel iemand van het World Economic Forum, ofwel iemand van een organisatie die ook heel erg belangrijk was bij het reorganiseren van de VN. Dat was de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Dat is een organisatie waar praktisch niemand iets van weet, maar die vooral in dat soort crisissituaties een grote rol speelt als zeg maar een soort VNO van het internationale kapitaal. En Kofi Annan, die werd dus eigenlijk op afstand bestuurd, zou je kunnen zeggen, was in alle opzichten een zeer zwak figuur, al heeft hij later nog wel geprotesteerd tegen de invasie van Irak, die natuurlijk flagrant in strijd was met het handvest van de Verenigde Naties. Maar hij durfde bijvoorbeeld in die jaren dat hij pas secretaris-generaal was geworden, durfde hij niet bedrijven te sanctioneren als ze zich niet hielden aan bepaalde regels van vrije marktoperaties en ga zo maar door. En toen is in omloop gebracht het begrip benchmarking. Namelijk dat je een standaard zet als het bedrijf wat het beste doet. Dus je mocht eigenlijk alleen maar onderscheid maken tussen internationale bedrijven door de beste eruit te halen. En dan was impliciet dan dat een aantal anderen het wat minder deden. En de benchmark was hoe dat beste bedrijf het deed. Je zou kunnen zeggen dat na de instorting van de Sovjet-Unie het gewicht in de wereldverhoudingen volledig kantelde. Omdat opeens was er geen bipolaire toestand meer, geen evenwicht. Maar Amerika deelde alleen de lakens uit en het beroemde rapport van Paul Wolfowitz, de onderminister van Defensie in de regering Bush senior, die kwam in 1992, nog net op de valreep, verkiezingsjaar 92 waar Clinton werd verkozen. Die kwam met een rapport, een soort defensieprognose van wat gaat er de komende jaren gebeuren, waarin hij zei er is nog maar één supermacht in de wereld. We mogen nooit meer toestaan dat er een tweede macht komt die ons dwingt om een soort vredesakkoord of bijvoorbeeld een ontwapeningsakkoord te sluiten, zoals de Sovjet-Unie had gedaan, door zijn hele toekomst te verpanden aan het gelijktrekken van de nucleaire bewapening. Maar ook Europa mag geen enkele pretentie hebben om in de wereld een eigen rol te spelen. Het is alleen Amerika en dan altijd met de Engels sprekende andere blanke voormalige dominions van Engeland daarbij. Alleen dat blok deelt de lagers uit in de wereld. Daar kwam het op neer. Ja, en dat heeft geleid tot een herdefiniëring van alle activiteiten die ook aan de Verenigde Naties verbonden waren. Namelijk dat het niet langer een parlement van soevereine staten was, waarbij algemene stemmen besluiten werden genomen, maar dat de Verenigde Naties, dankzij die hervormingen die ik net noemde, waarvan Kofi Annan dus eigenlijk de vertegenwoordiger was, werd de VN een instrument van een mondiaal bestuur. Dus was ook geen politiek meer, maar puur bestuur. Dus het was een administratieve uitvoering van de wensen van Amerika op wereldschaal, waar de VN een uitvoerder van was. En dat is enorm belangrijk, omdat je daarin vandaag de dag kan zien dat als je terugkijkt naar de COVID-crisis bijvoorbeeld, dan zie je dat de Wereldgezondheidsorganisatie, die is onderdeel van het Verenigde Naties-apparaat, die heeft bestuurlijke maatregelen genomen, dus geen politieke maatregelen, maar bestuurlijke maatregelen die voor de hele wereld geldig zijn. Maar waarachter je eigenlijk moet zien de macht van het Westen, de macht van de westerse farmaceutische ondernemingen, de macht van instanties zoals de Bill en Melinda Gates Foundation, die net als de Rockefeller Foundation ooit, hè, die al een eeuw ouder was, zich toespitst op medische zaken en ja, de controle van de gezondheid van mens en natuur. Want ook ook de voedselvoorziening, ook de invoering van genetisch gemodificeerde gewassen, zogenaamd omdat we anders de planeten niet kunnen voeden, de wereldbevolking niet kunnen voeden. Al die dingen hangen samen en worden door de Gates Foundation, maar ook door de op één na grootste filantropische instelling, om ze zo maar te noemen. Eigenlijk zijn het gewoon belastingontduikingsconstructies, om namelijk jouw fortuin buiten het bereik van de belasting te houden. Vorm je een stichting, die stichting is onder jouw bestuur en jij doet daarmee wat je wil. En op één na grootste is de Engelse Wellcome Trust, die ook primair op medisch terrein actief is. Daarmee vergeleken is de Rockefeller Foundation, die een eeuw ouder is veel kleiner, maar nog altijd zeer invloedrijk. Nou, in dat mondiale bestuur, daarvan zou ik zelf zeggen, dat heeft precies 30 jaar geduurd. Dus de COVID-crisis hebben we nog net zien passeren. En we hebben ook nog net zien passeren, laat ik het eerder zo zeggen. Er is een eind aan gemaakt door de intocht van Rusland in Oekraïne. Daarmee is een sluimerend conflict, namelijk dat China, Rusland en nog een aantal andere landen, eigenlijk ook India, kortom, de BRICS eigenlijk, mag je zeggen. Maar al zijn een paar van die BRICS die helemaal aan die andere politieke kant. Maar dat voor grote landen het een totaal onaanvaardbare situatie is dat er een mondiaal bestuur wordt uitgeoefend dat hoger staat dan hun eigen nationale soevereiniteit. Dat is onaanvaardbaar. En dat tweede wat ik net al wilde noemen, die tweede instantie, naast die gezondheidsregels waar iedereen zich nog aan hield. Vergeet niet dat er maar een paar landen zijn geweest die zich onttrokken hebben aan de COVID-maatregelen of de COVID-noodtoestand. Namelijk Belarus, die kregen $1 miljard geboden van als ze mee zouden doen. Maar die eigenwijze Lukashenko zei, dat maken we zelf wel uit. En een 3 of 4-tal Afrikaanse landen, meest dramatisch Tanzania onder Magufuli. Die weigerde mee te doen, omdat Magufuli was een dokter in de chemie en was dus zeer bekwaam om te beoordelen wat er eigenlijk speelde. En hij heeft toen de boel in het belachelijke getrokken door rode kolen op te sturen als monster naar het WHO om te laten testen. En die werden positief getest op COVID. Nou, daar kwam hij weer mee op de televisie in Tanzania. Is dat die figuur die toen onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen? Precies. Hij is een van de 4 Afrikaanse leiders in de leeftijdsgroep, midden 50, midden 60... die onder de merkwaardige omstandigheden, maar ook Magufuli is gewoon vermoord. En vervangen door een tweede man is een vrouw. door zijn plaatsvervangster. En dat was een lid van de World Economic Forum, van het netwerk. En heeft onmiddellijk mondkapjes ingevoerd die door Magufuli weggelachen waren. Enzovoort. Maar goed, waar het om gaat is, dat was nog een geslaagde vorm van mondiaal bestuur. Maar de andere vorm die kwam na het verbreken van de ban door de Russische inmars in, dat is een Germanisme, de intocht in Oekraïne. En dat was de veroordeling van Poetin, of de vervolging van Poetin door het Internationaal Gerechtshof. Want ook het Internationaal Gerechtshof is een instantie van mondiaal bestuur. Net zoals wij in ons land onder het gezag van de Nederlandse staat een Nederlands justitieel apparaat hebben, wilde men in anno 1998, toen het begonnen is, in 2002 is het begonnen, is het Internationaal Strafhof gevestigd. Je had dus al een Internationaal Gerechtshof, dat dateerde van veel eerder, van rond de Eerste Wereldoorlog, waar gewoon geschillen juridisch behandeld kunnen worden. Maar het Internationaal Strafhof was een absolute westerse instantie die onder dat mondiale bestuur viel. En daar heeft men Poetin dus in willen vervolgen voor het feit dat hij, toen hij de oudjes en de kinderen uit Donbass gebied haalde aan de vooravond van de militaire operatie, dat hij ook de weeskinderen heeft meegenomen. Die kon je natuurlijk niet laten zitten. En nu durft Rutte in zijn toespraak in de Verenigde Naties zelfs te eisen dat Rusland de kinderen aan Oekraïne moet teruggeven. Nou, dat is van een ongekende brutaliteit, maar dat veronderstelt ook dat het publiek waar hij voor spreekt, ik weet niet, er zijn geen foto's van hoe de zaal eruit zag, bij Scholz heb ik wel gezien, de Duitse kanselier, toen was de zaal helemaal leeg. Dus maar ik ben heel benieuwd hoeveel mensen er waren toen Rutte sprak. Maar goed, misschien zijn er wel een aantal vrienden van Nederland. Op het clipje van 15 seconden op het NOS Journaal laten ze dat niet zien, denk ik. Nee. Dat is volgens mij sowieso lastig te herleiden, want bij Zelensky waren er zo weinig mensen dat Oekraïense tv-clips en andere speeches erin waren geknipt. En dan zie je Zelensky in de zaal zitten bij de speech van Zelensky. Ja, oh. Ja. Kijk ik maar vaker naar de televisie, dan viel je meer te lachen. Of te huilen. Maar. Nou ja, waar het om gaat is dat dat internationale strafhof heeft natuurlijk met de instelling van deze vervolging ook een eind gemaakt aan zijn eigen bestaan, omdat niemand gelooft dat meer. Tot nu toe werden nooit... Kijk, Amerika is weer geen lid geworden van het Internationaal Strafhof. Het verdrag van Rome uit 2000, nou ja, wat in 2002 dan in werking is getreden. Daar zijn ze buiten gebleven. Oekraïne ook, volgens mij. Oh, dat is interessant. Dus 3 landen die er niet bij Israël en Indonesië. Omdat Indonesië ook een aantal gebieden in bezit heeft genomen waar ze eigenlijk geen recht op hadden. Hè? Bijvoorbeeld Portugees Oost-Timor. Ja. Maar hoe het ook zij, dat internationaal strafhof heeft niemand veroordeeld. Bijvoorbeeld Blair, hè? Engeland is ondertekenaar van het verdrag van Rome voor het internationaal strafhof. Blair is onder valse voorwendselen meegegaan in de invasie van Irak. Dus hij had voor dat gerecht moeten staan, als het ooit iets had willen zijn. Maar het is alleen maar, heeft zich beperkt tot het veroordelen van Afrikaanse warlords. Nou, dat is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten, namelijk je hebt eerst een parlement van soevereine staten. Dat wordt gaandeweg, begint dat te radicaliseren, omdat die soevereine staten merken, economisch zijn we helemaal niet soeverein. Daar wordt een tegenaanval tegen ingezet, die resulteert in 1991 met het instorten van de Sovjet-Unie, wat natuurlijk niet veroorzaakt is door de VN, maar dat is een sideshow daarin. Dat ging door de bewapeningswedloop en ook door het eigen falen en de moed opgeven door de Sovjetleiding. Dan krijg je die periode van 1991 tot februari 2022 van 3 decennia mondiaal bestuur. Dat moet je echt zien. Je moet echt zien dat alles wat we toen hebben meegemaakt. Hè, je begon bijvoorbeeld te zeggen met de VN als een instrument van het Westen, zo'n secretaris-generaal Guterres, die Portugees, iemand die helemaal meegaat in de World Economic Forum slogans van mondiale crisis die mondiaal moet worden aangepakt. Wat altijd een sleutelbegrip is om te zien, daar zijn die internationale krachten weer bezig. Maar je moet dus zien dat die 30 jaar zijn mondiaal bestuur geweest, onaanvaardbaar voor een aantal grote. Die grote zijn nu meer met kracht op komen zetten. Wat denk je bijvoorbeeld wat ik vanochtend zag, dat Xi Jinping van China ontvangt Assad van Syrië en vertelt hem dat China Syrië zal steunen om de controle over het hele grondgebied terug te krijgen. Steeds moet je er eigenlijk bij zeggen, dit heeft allemaal niks te maken met of wij nou China of Syrië of welk land dan ook, welk regime dan ook, regering dan ook, of we die steunen of dat we zeggen, nou daar kunnen we helemaal blind op vertrouwen en ga zo maar door. Nee, dit gaat alleen over internationale krachtsverhoudingen. En ik denk dat de wereld gebaat is bij internationale krachtsverhoudingen waarin evenwicht een rol speelt. En we zullen nu dan ook zien dat in de komende periode de Verenigde Naties ofwel helemaal ten onder gaat, ofwel terugkeert op het spoor van een parlement van soevereine staten. Want dat is het idee van het oorspronkelijke idee van de VN, maar ook het idee van herstel van de soevereiniteit tegen die stroom van mondiaal bestuur in. En dat, zoals ik zeg, dat kan je alleen maar positief waarderen. Dat betekent helemaal niet dat we daar blij mee zullen zijn op alle fronten. Wat China met zijn eigen bevolking doet, daar hoeven we helemaal geen oordeel over uit te spreken. Als we vaststellen dat China en Rusland en in mindere mate de overige BRICS, dus Brazilië, India en Zuid-Afrika en dan nu een aantal nieuwe leden, dat die een tegenwicht vormen. Daar gaat het om. Nou, meer zou ik eigenlijk niet kunnen zeggen over de Verenigde Naties, omdat die zaak is nu volledig in ontwikkeling. Dus de organisatie is zelf in een soort stroomversnelling gekomen die zal moeten eindigen met ofwel herstel van dat parlement van soevereine staten, ofwel helemaal marginalisering enzovoort. En jij zei van, moeten we dan niet een soort samenwerking hebben? Nou, dat is geen probleem, omdat al die functionele organisaties zijn gewoon blijven bestaan. Die kunnen ook nieuwe worden opgericht. En net zo goed als de Internationale Postunie al bestond, lang voordat de Volkenbond bestond aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Zo zullen die organisaties zich ook moeten bepalen tot het zijn van functionele organisaties. Dat wil zeggen, ze hebben een bepaald terrein waar ze de belangen van alle betrokkenen op een gemeenschappelijke noemer brengen, om vervolgens een zeker beleid mee te ontwikkelen. Maar het idee van de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld, om een bindend verdrag op te schrijven in 2005 en aan te laten nemen, waarbij alle landen zich verplichten, dat wil zeggen hun soevereiniteit ondergeschikt maken aan dat WHO-plan, om bij het afkondigen van een pandemie een reeks voorgeschreven maatregelen te nemen, inclusief inzet van bepaalde medicaties en vaccinaties. Dat zal van de baan moeten, omdat elk land uiteindelijk zelfs zal moeten beslissen of dat in het belang van de bevolking is. Dat zijn ideeën waar je weinig meer over hoort tegenwoordig, maar dat zou de kern moeten zijn. Als het op wetenschap is gebaseerd, zou dat tot grote overeenstemming moeten leiden tussen de verschillende landen. Maar je kan het niet gewoon eenzijdig opleggen als een bestuursmaatregel. Zeker niet als, zoals in het geval van de WHO, je eerst in 2005 iedereen laat tekenen voor die World Health voorzieningen. En vervolgens in 2007, als ik me niet vergis, de definitie van pandemie bijstelt. Namelijk, voortaan hoeven er geen grote aantallen sterfgevallen meer te zijn. Maar is het voldoende dat de WHO zegt er is een pandemie? Nou, ja, dat is een andere definitie. Precies, dat heeft dus geleid tot maar ook weer als je denkt aan dat mondiale bestuur, dan zie je weer dat het allemaal niet zo gek is. Een bestuursinstantie deelt gewoon mee wat het geval is en hoeft niet allerlei criteria te volgen om er een objectieve draai aan te geven. Dus ze kunnen zelf gewoon een soort begrippenapparaat opstellen. Precies. En dat een soort van uitstrooien. Ja, precies. Nou ja, dat wat betreft de VN volgens mij. Maar een dergelijke hervorming zou die eerder als gevolg hebben dat er een verandering ontstaat in de verhouding tussen landen zoals bijvoorbeeld de BRICS en het Westen? Of is het eerder andersom, dat als gevolg van een verschuiving van het machtsevenwicht dat ook in de VN en hoe dat is ingericht weerspiegeld zou worden? Ja, nou, dat laatste is natuurlijk altijd het geval, omdat de VN zelf geen historische krachten, geen materiële factor is die dwingend de verhoudingen wijzigt. De verhoudingen wijzigen zichzelf, zal ik maar zeggen. En de VN zal daardoor ook een ander karakter hebben. Ga maar na 1991. Het was niet zo dat door enig toedoen van de VN de Sovjet-Unie instortte. Het feit dat de Sovjet-Unie instortte als gevolg van economische achterstand, politiek verlies van zelfvertrouwen, maar vooral ook de lasten van de bewapeningswedloop, waardoor de meest elementaire goederen in de Sovjet-Unie schaars waren, terwijl men de modernste luchtmacht van de wereld had, die verder niks te doen had, zal ik maar zeggen, omdat ze nou eenmaal niet offensief waren ingesteld. En laten we niet vergeten, Afghanistan, waar men door de fout te maken het regime in Kabul te hulp te komen, eigenlijk een val is ingelopen die voor een deel was opgezet door Brzezinski, de adviseur van Carter. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het zijn altijd de materiële verhoudingen die primair zijn. Institutionele en juridische instanties volgen die verschuiving in de materiële verhoudingen. Het kan ook niet andersom zijn. Nee. Want waar zou de dwang vandaan komen als voor een sterk land bijvoorbeeld? Nou, denk maar aan de Volkenbond. Wat zou Duitsland of Italië of Japan zich gelegen hebben moeten laten liggen aan de Volkenbond, wetend dat dat idee van collectieve veiligheid, namelijk met z'n allen op de boosdoeners springen, er nooit van zou komen, want alle landen zaten tot hun oren ook weer met economische belangen, ofwel in Duitsland of in Italië of in Japan. Dus het primaat is altijd materiële belang. Ja. En ik denk persoonlijk dat het hebben van internationale organisaties een grote verworvenheid is en een noodzakelijkheid om vorm te geven en de mondiale vervlechting ordelijk te laten verlopen, zoveel mogelijk volgens regels. Maar die regels moeten natuurlijk tot stand komen in een werkelijke uitwisseling en niet eenzijdig als bestuursmaatregelen worden opgelegd vanuit in dit geval het Westen. Ja. Wat betreft die verschuivende internationale verhoudingen, zien we nu niet ook een soort van, om het zo te zeggen, het falen van het kapitalisme? En dus voordat je die vraag beantwoordt, wat ik daarmee bedoel, je hebt van oudsher de argumenten tegen het kapitalisme in het Westen in ieder geval gehad, die heel erg moreel gericht zijn. Kijk hoeveel mensen er dakloos zijn. Kijk naar voedselonzekerheid. Kijk naar toenemende armoede. Maar niet, de elite die onze staten bestuurt, kan dat niks schelen. Wat kan Rutte en de figuur die hem besturen schelen? Hoeveel mensen er op straat leven? Nee. Maar nu komen we aan op een punt waar het argument niet meer daarop gebaseerd is, maar op het feit dat, neem de oorlog in Oekraïne als voorbeeld, Rusland een staatsgeleide defensieindustrie heeft, doelen kan stellen. We willen zoveel artilleriegranaten produceren en dan gebeurt dat. Volgens mij is de productie nu een 7-fout van alle westerse landen bij elkaar opgeteld, las ik ergens. Oh. En intussen lukt het in de VS maar niet om die productie op te schalen, want daar besteden ze het uit aan bedrijven. Die bedrijven vragen: hoe lang hebben we garantie dat we die vraag hebben? Anders gaan wij niet investeren in het opschalen van productiemiddelen. Precies. Waardoor de fysieke mogelijkheid van het liberaal-kapitalistische systeem wat we in het Westen hebben om zijn macht uit te oefenen zichzelf ondermijnt. Ja, nou ja, ik kan alleen maar zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, we zijn dus in een stadium gekomen waarin de onverenigbaarheid van de westerse ideeën over dat mondiale bestuur en de feitelijke opkomende machten die hechten aan soevereine onafhankelijkheid, waarin die onverenigbaarheid zo ver is voortgeschreden en zo diep in het bewustzijn en in de praktijk is doorgedrongen, dat het met wapens zal moeten worden uitgevochten welk principe hier de overhand krijgt. Is dat ofwel de westerse orde met mondiaal bestuur, of is dat die soevereine pluraliteit. Dan kan je zeggen van ja, maar je kan toch niet oorlog op die manier zeggen dat het rechtvaardig is. En nee, het is een verschrikkelijk bloedbad. Alleen dat bloedbad is het resultaat van het bij elkaar komen van zoveel ongekende spanningen die tot nu toe steeds onderhuids waren, dat je niet verbaasd kan zijn dat dat het tot een openlijke krachtmeting is gekomen. En laten we niet vergeten dat die krachtmeting is voor Rusland een overlevingskwestie. En in mindere mate voor de BRICS als geheel een overlevingskwestie. Maar is ook voor het Westen een overlevingskwestie. En je ziet dat heel goed, dat Forum voor Democratie heeft dus een motie ingediend om Nederland stappen te laten nemen om tot een overleg tussen Oekraïne en Rusland te komen en het conflict te beëindigen. En de hele Kamer heeft dat afgewezen, van SP tot en met Wilders. Ja. Ja, dan voel je, dat wil zeggen, afgezien van de haat die men voelt tegenover de Baudet en zijn groep. En Van Haga is dan de enige medestander, hè, die eigenlijk een beetje de wat afgezwakte versie is van het Forum vandaag de dag. Is dat gewoon het besef bij al die partijen van ons soort maatschappij waar wij ons toch mee identificeren, bewust of halfbewust, staat hier op het spel. En dat is juist, dat noemen ze nog wel de democratie en de vrijheid. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Want als je weet wat een terreurregime zich op dit moment heeft ontwikkeld in de Oekraïne, dan valt dat natuurlijk helemaal weg. Die Kamerleden hebben dan ook niet door in welke mate ze zichzelf in de voet aan het schieten zijn op de lange termijn. Nee, inderdaad. Ze zou het wordt altijd het kartel genoemd, hè, de partijen, maar men zou inderdaad net zo goed alle verschillen kunnen vergeten en één partij, een staatspartij kunnen vestigen. Maar goed, dat is weer niet in overeenstemming met ons zelfbeeld als pluralistische democratie. De hele bedoeling daarvan is natuurlijk om mensen het idee te geven dat wat wezenlijks gebeurt. Ik zag laatst dat ook SP, GroenLinks, PvdA in meer dan 90% van de gevallen met de VVD meestemmen. Ja. Dan denk je, ja. Ja, nee, dan blijft het alleen nu even in verkiezingstijd. Wijken ze even af. Ja. Nee, dat kunnen we allemaal wel vergeten. Maar waar het om gaat is, er is een existentieel conflict wat nu wordt uitgevochten op twee terreinen, namelijk wat je net noemt. Het liberale kapitalisme tegen het staatsgeleide kapitalisme. Ja, ik vind het persoonlijk heel jammer dat het staatssocialisme de race heeft opgegeven. Want daar zou een heleboel aan te verbeteren zijn geweest met behoud van een aantal essentiële verworvenheden, zoals het publieke eigendom van alle grote productiemiddelen. Zouden we niet kunnen zeggen dat China dat vrij succesvol heeft gedaan? Nee, dat zou ik zelf niet willen zeggen, omdat, kijk, weliswaar is het zo dat daar de staat af en toe terugslaat tegen zo'n Jack Ma, hè, de eigenaar van Alibaba. Die schijnt dan nu weer onder een soort toezicht te staan. En zo zijn er nog wel een aantal kwesties waarbij je ziet dat de staatsleiding van China het laatste woord wil houden. Nou ja, kredietverstrekking is in publieke handen. Ja. Dat is waar het Jack Ma verhaal om ging. Er zijn geen private banken in China. En volgens mij zien we in de praktijk dat je twee opties hebt. Op den duur heb je ofwel een door banken bestuurde staat of door de staat bestuurde banken. En China heeft nu door de staat bestuurde banken. Ja. Ik denk op den duur wordt de vraag hoe China te klassificeren is een semantische discussie. Dus hoe relevant het is om dat tot in de details te gaan uitpluizen, valt het over te discussiëren. Maar het punt is in ieder geval dat het een beduidend ander economische logica volgt dan wat wij in het Westen doen. Ja, nee, dat staat als een paal boven water. En ik heb gewoon te weinig paraat om daar een interessante toevoeging aan te geven. Alleen waar het om gaat is om te zien dat hoe zij het doen en hoe Rusland het doet, dat is een existentiële kwestie. Die maatschappijen die hebben zich vastgezet in een type ontwikkeling wat zich niet langer laat verenigen met mondiaal bestuur door het Westen, maar ook niet met de hegemoniale rol van de dollar. Dat je eerst dollars moet verdienen om vervolgens aan het internationale economisch leven deel te kunnen nemen. Dat zijn allemaal kwesties die uitgevochten zullen moeten worden. En als het lukt om aan het gevecht als zodanig een eind te maken, omdat het een verschrikkelijk bloedbad is geworden, dan nog zullen er, laten we zeggen, grote conferenties moeten, vredesconferenties moeten plaatsvinden die ver uitgaan boven wat Oekraïne en Rusland en welk ander land dan en de NAVO wel als gewicht in de schaal leggen, maar waar tot uitdrukking zal komen dat het hier werkelijk om historische omwentelingen zal gaan. Omwentelingen die naar mijn oordeel het voordeel zullen uitpakken van de BRICS, van het BRICS, Shanghai. De rest van de wereld. Ja, de rest van de wereld. Ja. En dat is in volle gang. Hè. Denk maar wat er in Afrika gebeurt. Denk maar... Kijk, je kan natuurlijk in Pakistan bijvoorbeeld, waar alles erop wees dat met Imran Khan aan het bewind men niet meer mee zou gaan in de anti-India's politiek. Ja, er was overleg tussen Modi en Khan. Hoe ver dat ging, durf ik niet te zeggen. Nou, toen Khan dus weigerde, een van de meest verwesterde Pakistani, maar niettemin zeer geliefd in eigen land. In Engeland opgegroeid, als ik me niet vergis. Ja, een beroemde cricketer was die. Ja. En toen hij dus weigerde om mee te gaan in de anti-Russische politiek, maar naar Poetin toe ging om te onderhandelen over energievoorziening, ja, toen was het met Khan afgelopen, omdat het Westen heeft nog altijd zo'n macht over instrumentele macht over de militaire instanties in Pakistan, dat ze hem konden laten afzetten. Maar kijk, dat zijn nooit duurzame veranderingen. Dat wil zeggen dat je ook daar een druk op de ketel houdt, laat ik het zo zeggen, het feit dat je toevlucht moet nemen tot geweld, tot een gewelddadige ingreep in dit geval dit land. Dat laat zien dat jouw vroegere macht, waarin het voldoende was om te laten weten dat Washington niet tevreden was over een bepaalde politieke koers, dat je dat niet meer kan realiseren. In Indonesië heeft het vrij goed stand gehouden. Ja, Indonesië is wat dat betreft een heel interessant geval, maar ook daar moet ik eerlijk zeggen, daar zou ik me wel even moeten opfrissen om iets bijzonders te kunnen zeggen, wat niet, waar ik jullie kan verbeteren. En op dit punt zie ik het niet direct mogelijk. Maar wat ik wel zeker weet en veel over heb nagedacht, is dat idee, een parlement van soevereine staten wordt afgelost door 30 jaar mondiaal bestuur. Dat mondiaal bestuur is gewoon onaanvaardbaar geworden voor te veel krachten, waarbij zowel economische als politieke elementen een rol spelen, om het tot een existentiële strijd te laten komen die uitgevochten wordt in Oekraïne. En ook als zodanig voorspeld is. Hè? Dus in mijn boek over de tragedie van de Oekraïne noem ik ook dat Wesley Clark, de voormalige NAVO-commandant die adviseur was van het Koepregime in Kiev, dat die zei: we moeten Oekraïne gebruiken om het gevecht met Rusland en China aan te gaan. En China, let op, dat staat er letterlijk in de e-mails die gehackt zijn, waarin hij schrijft aan Nuland en aan zijn opvolger als VN-commandant Breedlove. We zien dan nu dus eigenlijk heel duidelijk het Westerse blok en dan het BRICS-blok, wat misschien iets minder een blok is, die allebei een soort een eigen idee hebben over hoe de wereldeconomie en de wereldpolitiek georganiseerd zou moeten zijn. En die gaan allebei niet een stapje terug doen. Dat is een beetje... Nee, dat kan niet meer. Dat kan niet meer als de wapens eenmaal gaan spreken. Je zou dan zeggen dat daar dan de rol van een organisatie als de VN zou kunnen zijn, is om die groepen aan tafel te brengen. Ja. Maar dat gaat dus niet, want de VN is niet meer die organisatie. Nee. Je denkt wel dat de VN dat opnieuw zou kunnen worden? Of moet er misschien iets anders komen wat meer vanuit de BRICS opgezet is? Dat zou je bijna zeggen, omdat kijk, je moet bedenken, of gewoon terugdenken aan het feit dat de Volkenbond het resultaat was van de uitslag van de Eerste Wereldoorlog. De VN was het resultaat van de uitslag van de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment is er opnieuw een oorlog die helaas bepaalde trekken begint te vertonen van een existentieel conflict wat vergelijkbaar is met een wereldoorlog. Daaruit zou dus niet, wat mij betreft zou ik zeggen, hou nou maar die organisatie om dan al die kosten weer te gaan maken, om dat helemaal opnieuw, om het wiel opnieuw uit te vinden. Maar het kan zijn dat die organisaties dusdanig bevlekt zijn en de mensen die daar allemaal werken zo ideologisch gedreven zijn, dat niet onhervormbaar is. Mooi bruggetje naar de EU. Ja, dat is zo. Dat zou Dat is een reëel argument. Maar de toekomst ligt in dat opzicht helemaal open. Kijk, dat er een nieuwe veiligheidsraad moet komen waarbij alle grote landen een vetorecht hebben. En niet alleen maar die toevallige overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Ja, we zien ook doordat het daarop op een existentieel conflict van beide kanten aankomt, dat het moeilijk wordt voor beide kanten om weer af te dalen van de escalatieladder. Ja. Je benoemde net een motie van Forum om als Nederland te proberen onderhandelingen te faciliteren. Persoonlijk denk ik dat dat niet per se de belangrijkste rol is van Nederland, want Nederland gaat waarschijnlijk niet de positie hebben om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen, al zouden we het willen. Maar wat mijns inziens wel een relevanter onderdeel daarvan is, vanuit ons in Nederland gezien, is wij zijn natuurlijk een de facto kernmacht. En als die escalatieladder blijft worden beklommen, dan is het des te belangrijker om ervoor te zorgen dat je geen kernwapens op eigen grondgebied hebt, want dan ben je ook direct een doelwit. Ja. Dus is het misschien zo dat in Nederland de antinucleaire beweging op dit moment het meest relevante is wat we kunnen doen in internationale context om de staat van de wereld te bevorderen? Ja, dat is zo. Denk eraan dat in de jaren '80 de grote vredesbeweging onder het motto optrad: kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland. Namelijk eenzijdige ontwapening, omdat met die wapens sowieso niks te bereiken valt. Maar dat ligt ver achter ons en morgen hebben we dus een demonstratie, zondag 24 september is het geloof ik, weer op de Dam, aan het eind van iedere maand. En ik kan je verzekeren, daar verzamelde aanwezigen, zelfs als het wat toeneemt misschien, die komen niet in de buurt van wat zich in de jaren '80 op straat begaf om te protesteren tegen die kernwapens. Dus ja, dat is zo. Overigens vind ik niet dat je Nederland verder te veel moet uitvlakken, omdat Nederland zichzelf altijd beroept op de lange traditie van internationaal recht. Wij zijn de thuishaven van het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis, maar nu dan ook van het Internationaal Strafhof, maar dat kan het best weer afgeschaft worden volgens mij. Ja. Vanwege, in mijn boek heb ik een apart hoofdstuk waarin ik dat nog eens een keer uitwerk, wat een absurde veronderstellingen ten grondslag liggen aan dat Internationaal Strafhof. Maar goed, er zal dus een herziening van de VN of een nieuwe organisatie moeten komen. Het stoppen van het bloedvergieten is dringend nodig, omdat je kan niet toestaan dat er... ik heb nu zeer verschillende cijfers gehoord over wat er aan de Oekraïense kant is gesneuveld aan jonge mannen. Dat loopt van... Rusland heeft gezegd, er zijn aan de andere kant 71.000 mensen gesneuveld. Dat is een laag getal. Als je vergelijkt met bijvoorbeeld Douglas MacGregor, de gepensioneerde kolonel van het Amerikaanse leger, die volgens mij de spreekbuis is van een belangrijke stroming in het Pentagon nog steeds. Die heeft het over 400.000, maar het kan zijn dat daar ook de zwaargewonden bij zitten die niet meer in het gevecht kunnen terugkeren. Maar in ieder geval, dat is in zo'n korte tijd zo'n verschrikkelijke verlies aan mensenlevens. Maar ook aan de Russische kant. Die hebben ook minstens 20, 30, 40.000 mensen verloren. Nou, dan begin je al aardig in de buurt te komen van wat Amerika verloren heeft in 10 jaar Vietnamoorlog. En hier praten we over een oorlog die nauwelijks 1,5 jaar duurt. Dus het moet ophouden. Het feit dat jij zegt vanuit Nederland zal er niks komen, als ik je goed begrijp. Ik denk niet dat Nederland in de positie is. Het diplomatieke gewicht daarvoor heeft. Precies. Maar vergeet niet dat bijvoorbeeld wie had gedacht... ik ben zelf toevallig in Polen geweest voor de Poolse editie van het boek over Oekraïne. Wie had verwacht dat Polen opeens zich afkeert van steun aan Oekraïne. Polen, het meest militante onderdeel van NAVO, EU, als het ging om de vijandschap met Rusland. Ik heb zelf in juni zijn we daar dus geweest voor de presentatie van dat boek in verschillende steden. daar al gemerkt dat er een kentering was. Dat onder de bevolking, die Oekraïners die daarbij met meerdere miljoenen zijn aangekomen, sommigen al voor het conflict gewoon als gastarbeiders, omdat de Polen trekken naar het westen, maar voor de Oekraïners is Poolse lonen zijn weer relatief aantrekkelijk. Dat die Oekraïners aanmerkelijk minder populair werden. En nu opeens heeft de Poolse president gezegd, als iemand een ander uit het water wil redden, dan kan het ook zijn dat je meegetrokken wordt in de golven en dat jij er ook aan gaat. En daarom willen ze niet meer Oekraïne van wapens voorzien. Daar speelt op de achtergrond een heel materieel conflict. Namelijk dat de Poolse boeren hebben gezegd, wat gaan we nou krijgen? Goedkope Oekraïense graan komt hier op de markt. Wij worden uit de markt geprijsd. Hetzelfde geldt voor Slowakije en voor Hongarije. Graan dat zogenaamd naar Afrika zou gaan. Ja, precies, precies. Maar dat is gewoon natuurlijk voor de best betalende markt, want daar haal je het meeste geld vandaan. Maar dat wil dus zeggen dat het Europese front en het NAVO-front aan het verbrokkelen zijn. Want als Polen, kijk, als Nederland... Maar dat geeft ook aan dat Nederland initiatieven kan nemen. En daarom is het zo verbijsterend dat een solide Kamermeerderheid de voorstellen van laten wij een initiatief nemen. Als Nederland een initiatief zou nemen, zou dat minder in de gaten lopen, minder opvallend zijn, onwaarschijnlijk zijn, dan het feit dat Polen opeens... Ja, die hebben geen voorstel gedaan voor vredesonderhandelingen, maar hebben toch hun handen afgetrokken van Oekraïne. Het is de vraag of Rusland de telefoon zou opnemen als Polen belt voor een vredesonderhandeling. Maar... Tijdens mijn bezoek aan Polen ben ik ook in de Russische ambassade geweest. Dat zou ik hier in Nederland niet zo 1, 2, 3 doen bij een conflict wat aan de gang is. Maar daar was dat toch wel heel erg interessant, omdat een van de topdiplomaten van Rusland is Andreev, ambassadeur in Warschau. En ja, dan hoor je toch een aantal dingen, hoewel de diplomaten over het algemeen niet zoveel nieuws melden wat je niet al uit de krant weet. Maar alles wees erop dat wel degelijk de telefoon wordt opgenomen. Polen is een buurland. In Polen is een belangrijke stroming van de bevolking is tegen de oorlog. Alleen dat wordt helemaal niet gereflecteerd op het politieke niveau. Die partijen die hebben veel meer connectie met Washington en met de NAVO en met de EU dan met hun eigen kiezers. 60% van de mensen in Polen stemt helemaal niet meer. Dus je praat over een zeer gering draagvlak van een pro-EU-partij en een pro-NAVO-partij. Ja. Die elkaar afwisselen in de macht, al is nu de pro-NAVO-partij en de relatieve anti-EU-partij is de machtigste, hè? Die PIS. Ja. Partij voor internationaal, Partij voor Recht en... Law and Order, volgens mij. Precies. Of zoiets. Ja, Law and Order. Beste benaming. En het wordt hard gespeeld, hoor. Vergeet dat niet. Maar goed, je ziet ook een breuk in het Europese front. En dat werd al een beetje aangekondigd door Orbán. Maar Orbán is volgens mij ook een opportunist. Die kijkt hoe ver die kan gaan. En de Europese subsidies niet wel verspelen. Ja. Dus je zegt dat het wellicht ook tot een versplintering van de EU als zodanig zou kunnen leiden. Ja, omdat je vroeg aan het begin van internationale organisatie, dat is het VN-niveau, mondiaal, maar het is ook het EU-niveau. En alle vragen die we net hebben besproken, maar weer met een eigen context en eigen geschiedenis, die spelen ook op de EU, als ik in één zin mag zeggen. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog, het idee van de Europese eenheid is heel oud. Het was een links ideaal. Trotsky heeft erover geschreven, Lenin heeft erover geschreven, ook wel debat natuurlijk van heeft dat nou zin en hoe zou je dat aan moeten pakken. Maar letterlijk het idee van de Verenigde Staten van Europa speelde al voor de Eerste Wereldoorlog. Maar was Lenin daar niet zo'n fan van, toch? Nee, precies. Hij was kritischer, maar het internationalisme, het samengaan... En kijk, heel vaak werd natuurlijk gezegd... dan moet er eerst een ombouw naar een socialistische maatschappij zijn... omdat kapitalistische maatschappijen zullen nooit met elkaar... een werkelijke bondgenootschap vormen... maar altijd erop uit zijn om elkaar voordelen af te vangen... en conflicten uit te vechten met economische middelen... In een Europees verband. Dus moet je dat willen als anti-imperialist zijnde? Ja. Om de imperialisten met elkaar te laten verenigen. Kijk, elk idee, elke vorm van organisatie krijgt zijn historische kans één keer. Ja. En dat wil zeggen dat als je het nog een keer wil doen, dan zul je hele fundamentele wijzigingen moeten aanbrengen. En bijvoorbeeld Volkenbond, VN geeft al enigszins aan, maar bovendien is dat een niveau wat heel ver afstaat van de meest essentiële economische belangen van grote mogendheden. Dus in de EU kan je maar één Europese Unie project hebben en dat moet lukken of dat gaat mislukken. Nou, in de eerste instantie was de Europese Unie, de toen nog Europese gemeenschap voor kolen en staal, gevolgd door de Europese Economische Gemeenschap, in respectievelijk 1952 en 1958. Oorspronkelijk was dat, moet je dat begrijpen als een poging van met name Frankrijk om te voorkomen dat na de nederlaag van Hitler-Duitsland, maar het uitbreken van de Koude Oorlog in alle hevigheid, in ieder geval in woorden, en met een echte oorlog in bijvoorbeeld Korea, een zeer bloedig conflict, dat onder die verhoudingen Amerika en Engeland en Canada wilden West-Duitsland herbewapenen, onderdeel maken, dus een zware industrie weer laten herleven, een eigen leger krijgen en al dat soort dingen. Voor Frankrijk was dat aanleiding om te zeggen, ja, dat mag nooit gebeuren, maar wat is onze macht om dat te verhinderen? Nou, die macht bestond eruit dan te zeggen, laten we dat Europees poelen. Laten we een Europese kolen- en staalgemeenschap opzetten. Kolen, omdat die vaststaat aan de staalbedrijven. Daarna laten we een Europese landbouwpolitiek voor. Laten we Europese transportbedrijven. Een Europese defensiegemeenschap is er nog even geweest. Totdat uiteindelijk die kwestie werd opgelost door West-Duitsland deel van de NAVO te maken. Wat weer een tegenstap uitlokte in het Oostblok. Namelijk de vestiging van het Warschau-pact. Die dateert van 1955. Dus dat was in eerste instantie de vorm die je steeds terug ziet komen, namelijk er is een soort Atlantische as, Amerika, Engeland, West-Duitsland. Frankrijk is als klein opneukertje, om zo maar te zeggen, bezig om te proberen, ja, maar laat ons nou niet helemaal aan de zijlijn staan. Wij willen ook meepraten en jullie dwingen om met ons mee te praten. En ja, de West-Duitsers moesten daar altijd aan tegemoetkomen om de simpele reden dat West-Duitsland nog steeds voor een deel bezet werd door Franse troepen. Hè, en zijn soevereiniteit niet terug had. Dus de Duitsers wilden graag de soevereiniteit terugwinnen door de Franse plannen. Was niet in elke Europese organisatie zo schematisch als ik nu voorstel, maar dat was toch de onderliggende tendens. Om de Franse plannen om de zaken te Europeaniseren tegemoet te komen. Dus in die zin was de EU in eerste instantie een compromis tussen met name Frankrijk en West-Duitsland. En de andere drie, hè, dus Nederland, België, Luxemburg en Italië, die deden daarin mee als junior partners. Maar toen met Reagan en Thatcher als symboolfiguur, dus Reagan wist volgens mij nauwelijks waar het om ging, het kapitalisme kantelde van een compromiskapitalisme. Compromissen op alle fronten. Compromissen met op de Oost-West dimensie. Compromissen tussen Frankrijk en Duitsland. En met de arbeidersbeweging. Georganiseerde arbeid. Toen dat kantelde in het neoliberalisme. Waar de markt regeert. Waarin de staat eigenlijk zijn sociaal beschermende rol moet opgeven in overeenstemming met de ideeën van Hayek en Friedman enzovoort. Toen is ook in Europa een kentering gekomen die van de Europese Unie, zoals die uiteindelijk zou worden genoemd in 1991, 92, iets heel anders heeft gemaakt. En dat was een vrije marktblok met een hele sterke oriëntatie weer op Amerika. Want vergeet niet dat Thatcher er eigenlijk in de jaren 80 niet zo erg in slaagde om in één klap de Engelse lonen omlaag te brengen. Al voerden ze echt een frontale aanval op de arbeidsbeweging uit, op de vakbonden. Soms zelfs gewapend. Ja, precies. Reagan wel. Reagan slaagde in de lonen in Amerika echt kwalitatief omlaag te brengen. En dat leidde ertoe dat ook bedrijven die bijvoorbeeld interesse hadden in zaken doen met de Sovjet-Unie, zich daarvan afkeerden, omdat men volgt nou eenmaal de wet van de goedkoopste mogelijkheden. En die zijn gaan investeren in de VS. Dus het Atlantische, de Atlantische band is onder Reagan versterkt. En dat heeft ook effecten gehad voor de EU. De EU die ging zich oriënteren ook op wat heet de flexibilisering van de arbeid. Het tegengaan van rigiditeiten in de arbeidsmarkt. Dat wil dus gewoon zeggen opheffen van de bescherming van mensen die ontslagen worden of ziek worden. Ja, en die EU die is met name na 2005, het verdrag van Lissabon, wat dan eigenlijk als verdrag de nieuwe versie was van de eerdere idee van een grondwet voor de EU. Een grondwet waarin zou juridisch zou worden vastgelegd, of constitutioneel zou worden vastgelegd, dat Europa een markteconomie is en dat de staat dus niet de eigen economie mag steunen. Nou, dat is afgestemd in Frankrijk en in Nederland bij referendum. Toen heeft men gezegd, nou ja, daar maken we gewoon een verdrag van. En je tekent het en je parlement ratificeert. Dan hoef je alleen maar een meerderheid te hebben. Nou, dat is allemaal doorgedrukt, maar daar staat ook in dat verdrag van Lissabon, dat de gemeenschappelijke defensie en buitenlandse politiek, dat die op de NAVO zal worden afgestemd. En dat is zelfs zo ver gegaan, en daarmee kom je weer bij de oorlog in Oekraïne terecht, dat toen in 2016 hier nog het referendum is gehouden over de EU-associatie van Oekraïne, toen was de werkelijke inzet van dat referendum niet de economische kwesties, want die zijn al lang overgedragen aan de EU, maar het militaire aspect, omdat in 3 artikelen van dat associatieakkoord gaat het over afstemming van de Oekraïense militaire inspanning op NAVO-standaarden, ja, niet echt militaire strategie, maar toch wel compatibiliteit tussen de militaire opbouw van Oekraïne en die van de NAVO. Dat wil zeggen, toen al werd eigenlijk de EU-associatie van Oekraïne gebruikt om dat land, wat niet een echt land is, maar 2 halve landen, tegen Rusland in stelling te brengen. En daarvan zien we vandaag de dag de consequenties. Ja. Ook met de economische privatisering die daarmee door de deur is geduwd. Oh, ja. Ja. Heel radicaal. Ja, nog steeds is Pinochet, of Freudiaanse verspreking, Zelensky, het land meer of meer aan het veilen aan BlackRock en dergelijke investeerders. En ik zag laatst langskomen dat er echt duizenden staatsbedrijven op de lijst staan om geprivatiseerd te worden en verkocht aan westerse ondernemers. Dus in die zin zou je dit ook, of ik zeg ondernemers, ik bedoel investeerders. Ja, ja. Je zou dit kunnen vergelijken met een soort van Oekraïense Pinochet. Met enerzijds de economische privatisering die doorheen wordt gevoerd en anderzijds het systematisch doodschieten van mensen die het er niet mee eens zijn. Precies, precies. En ook echt een terreurregime tegen iedere twijfelaar en het schoonvegen van allerlei overheidsinstanties. Het onderwijs gaat zo maar door. Nee, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar dat wil dus zeggen dat zowel de VN als de EU en de NAVO uiteraard zich helemaal verbonden hebben met het overleven van Oekraïne als zelfstandige formatie tegenover Rusland. En daarmee ook ten onder zullen gaan. En volgens mij is de wijsheid, om het zo maar te noemen, van die Poolse president Duda. Of haal ik nu premier en president? Ja, Duda is president. Ja. De diepere wijsheid is als hij zegt van als je iemand wil redden die aan het verdrinken is, dan kan het ook zo zijn dat jij meegetrokken wordt in het water en mee verdrinkt. Moet je nagaan wat een uitspraak dat is. Als jouw buurland, waar trouwens ook op andere vlakken en historische enorme spanningen mee bestaan, op dat moment bezig is om inderdaad militair te gaan verliezen. Dus tenzij zij de middelen krijgen om terreuraanslagen in Rusland te gaan uitvoeren en raketten op het Kremlin af te schieten. terreur ook uit gaan oefenen in Europa. Hè, Zelensky heeft nu al gedreigd van, hoor eens even, als jullie ons niet voldoende steunen, dan zal je zelf de realiteit van wat oorlog is aan de lijve gaan meemaken, want wij hebben genoeg Oekraïners die al in jullie verschillende landen zijn ondergebracht. Ja, dat gaat echt heel ver. Zelfs dat is kennelijk niet voldoende om in Nederland een meerderheid van het parlement, een solide, monolithische meerderheid, zover te krijgen van nou laten we nou maar gaan onderhandelen, want anders krijgen wij straks hele rare toestanden hier. Ja, wanneer was het überhaupt de laatste keer dat Nederland enigszins internationaal vooruitstrevend was? En dan heb ik het niet over het eerste homohuwelijk, maar dingen van internationale structureel belang. Nou ja, dat was de tijd van Nederland uit de NAVO. Of de kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland. En ook de strijd om de neutronenbom. Hè, dat Aantjes aangaf van als die neutronenbom, een soort afgezwakt nucleair wapen, als dat wordt ingezet door de NAVO tegen onze wil, dan zullen wij het lidmaatschap van de NAVO opnieuw moeten bezien. Nou, dat gaf hem dus een kaartje om voorzitter van de kampeerraad te worden, want vervolgens was men heel snel van hem af. Zo liggen de verhoudingen, maar goed, het werd in ieder geval in de openbaarheid gebracht. Vandaag de dag vinden allerlei chantage praktijken waar ik zeker van ben dat ze, en ook wel aanwijzingen voor heb, dat ze spelen, vinden geheel achter de schermen plaats, omdat er niemand meer is die riskeert om met dat soort dingen naar buiten te komen. Ja. Nou, het is misschien een beetje een deprimerende noot om op te eindigen, maar dat is haast een onvermijdelijkheid als je het over deze stof hebt. Ja, ja. Nee, het is verschrikkelijk. Ik wou dat ik iets kon zeggen. Kijk, John Mearsheimer heeft gezegd, hè, de internationale betrekkingen geleerde uit Chicago, die heeft gezegd, de enige manier om een kernoorlog te voorkomen is een snelle overwinning van Rusland. En volgens mij is dat ook het meest optimistische, maar hij heeft tevens gezegd, een overwinning van Rusland vereist een leger van 2 miljoen man. En ze hebben er maar 1,5 miljoen. Ja, maar goed, hij is natuurlijk niet een militair specialist. Dus. Nou. Zijn soort internationale betrekkingen, opvattingen, die zitten wel heel dicht tegen militaire kennis van zaken aan, hoor. Ik heb van figuren als Scott Ritter, die natuurlijk wel meer in dat veld zitten, zijn militaire analyses bij gevallen zien fileren. Deze niet, dus ik weet niet wat verschillende analisten daarvan zeggen. Maar ik denk wel dat de optimistische toon waarop ik toch vaak terugkom als we het hierover hebben. Het feit is dat in de rest van de wereld een als economisch progressief te beschrijven beweging gaande is, waarbij er een nee wordt gezegd tegen de eigenlijk al 200 jaar lang durende economische leegroof en de-development, het verlagen van de mate van de economische ontwikkeling van de rest van de wereld, die we de laatste maanden het meeste in West-Afrika hebben teruggezien. Ja. Dus mijn idee ervan is, de rest van de wereld durft nu sinds 24 februari 22 hier nee tegen te zeggen. En de taak aan ons in het Westen is dan om een plek in die nieuwe wereldorde te vinden die beduidend anders is dan wat we voorheen hebben gehad. En waar de rest van de wereld ons ook bereid is te accepteren. Dus ik denk dat daar de missie voor de toekomst ligt. Ja. Ik weet niet hoe dat in een stemadvies voor november. Nee, maar ik ben heel blij dat je dit zegt. Omdat dit is inderdaad een onmisbare positieve draai aan de huidige ontwikkeling. Die je eigenlijk bijna door al het bloedbad en zo niet goed meer ziet. Maar dit is de kern van de zaak. Dus dat is het positieve wat de tragedie die zich in Oekraïne voltrekt toch heeft opgeleverd. Kan opleveren, ja. Maar het is zeer waarschijnlijk dat het toch die kant op gaat. Ja. Hoe ver, dat weten we niet. Tegen welke prijs, weten we ook niet. Nee. Nou, goed. Bedankt in ieder geval. Ja, jullie bedankt, zeg. Geweldig.